Hij zegt eigenlijk, ik geef mijn droom op om het land te dienen. En jij zei... Goed zo. Nou, als zij zou zeggen, ik ga naar Defensie, zou ik zeggen, moet je het doen. Mijn naam is Ivano Holwijn en vandaag sta ik in Almere. Vandaag ga ik checken wat mensen ervan zouden vinden als zij of hun vriend of vriendin zouden gaan werken bij Defensie. Heeft werken bij Defensie invloed op je relatie? Hoe lang hebben jullie al een relatie? Bijna 3 jaar. Iets meer dan 2,5 jaar nu. 1,5 jaar. Klopt dat? Dat klopt. Over 7 dagen 2 jaar. 4,5 jaar. 4,5 jaar. Wauw. 2,5 jaar. We hebben heel veel mooie, lange relaties vandaag. Vind ik hartstikke mooi. Stel je nou eens voor. Hij komt thuis en zegt jou, hey schat, ik wil werken als militair bij Defensie. Hoe zou jij daarop reageren? Ik zie je al helemaal bedenkelijk kijken. Ja, hangt er vanaf. Nou, dat is echt gebeurd, want hij wil bij marine. Kijk, ik gun hem alles, maar ik zou het niet zo leuk vinden als hij bijvoorbeeld elk jaar zoveel maanden weg moet zijn of zo. Mijn vriend wil militair worden. Nee, echt niet. Echt niet? Nee, echt niet. En waarom niet? Omdat ik echt bang ben om hem te verliezen. Ja, ik zei een keer voor de grap, ja, je kan beter balletdanser worden of zo. En hoe ging jij daarmee om? Ja, was wel lastig natuurlijk, want het is wel een soort droom waar je naartoe werkt. Het is toch wel belangrijk dat je daarin samen je weg ziet te vinden. Kijk, als het zijn droom is en als hij dat leuk vindt om te doen, dan zeg ik ga maar. Als dat zijn keuze is, dan zou ik dat moeten respecteren. Maar stel dat het zoiets zou zijn van, ik ben nooit thuis, dan zou ik toch wel... Ja, ik weet niet, er 2 keer over nadenken voordat ik ja zeg, zeg maar. Wat wel invloed hebben op de relatie, want wat gaat dat met jou doen, denk jij? Ik kan heel slecht zonder hem, dus als het echt 2 maanden of zo per keer is, dan denk ik van ja, dat zou ik niet leuk vinden. Nou, ik denk wel dat hij vaker weg is natuurlijk en zo, maar op zich, ik denk niet echt dat dat invloed zal hebben verder. Het heeft sowieso invloed op de relatie, want je ziet, het is gewoon een verandering, want je ziet elkaar opeens weinig. Ja. Maar ik denk niet dat het een hele slechte invloed zal zijn, een hele slechte verandering zal zijn ofzo. Oké, en als je nou een andere functie binnen Defensie bekleedt, laten we zeggen ICT of een andere functie. Daar heb je over nagedacht inderdaad. Want hij wilde echt voor militair, hij wilde in eerste instantie voor militair gaan. Nou, hij heeft er even over nagedacht, maar uiteindelijk is het niet geworden. Dus hij zegt eigenlijk, ik geef mijn droom op om het land te dienen voor jou en jij zei... Goed zo. Sowieso vind ik dat ze het gewoon moet accepteren. Je weet toch? Kijk, we zijn sowieso 2 individuelen met onze eigen dromen en dingen. Als zij zou zeggen, ik ga naar Defensie, zou ik zeggen, moet je het doen. Je weet toch? Toch dat hij echt iets voor het land doet en ook echt mensen helpt. Ik bedoel, jij helpt wel echt heel veel mensen en je bereikt er wel echt iets mee. Iedereen was eigenlijk vandaag wel positief gestemd over het feit dat de ander gaat werken bij Defensie. En dat ze aan het einde van de dag door dik en dun gaan en elkaar zullen steunen. Hartstikke mooie functie. Ze dienen het land. Iedereen was eigenlijk hartstikke trots. Ze hebben ook gezegd dat ze elkaar natuurlijk zouden missen als de een wordt uitgezonden. Maar ja, dat doen we ook als de ander op vakantie gaat. Daar komen we wel overheen. Mocht je de video nou ook zo leuk vinden, like dan deze video. Abonneer op het kanaal van Werken bij Defensie. En laat eens weten hoe jij ermee om zou gaan als jouw partner, vriend of vriendin, zou zeggen van hey, ik wil werken bij Defensie als militair. En dan zie ik je gewoon bij de volgende straatvragen. Tot de volgende!